Als de zon goed doorbreekt, is het nog steeds vlinderweer. Deze vlinder heb ik ook al een paar keer gezien. Ik ben zelf ook een vlinderliefhebber. En vandaag het meeste zonnige weer in het zuiden van het land en de meeste bewolking in het noorden. Uiterste noorden vooral, daar een storing met wat regen. In Amsterdam blijft het net droog, naar het zuiden toe meer opklaringen. Vooral ook in Zeeland, Brabant en Limburg. En in Zuid-Limburg wordt het warmst, 26 graden. Maar ondanks de regen wordt het ook in het noorden zo'n 20 of 21 graden. Want er wordt gewoonweg warme lucht aangevoerd met een stevige zuidwestenwind. Vanmiddag kracht 4 in het oosten, windkracht 5 tot 6 in het westen en langs de kust. Even windkracht 7 in het westelijk en noordwestelijk kustgebied. Met ook sterke windvlagen. Maar vanavond gaat de wind alweer langzaam afnemen. Morgen is het rustig weer in Nederland met een noordwestelijke bries rond kracht 3. In een groter deel van het land is het dan bewolkt geworden door die storing met een beetje regen. Het wordt 19 graden, minder warm dan vandaag. Maar in Limburg kan het nog 23 graden worden, want daar blijft het droog met de meeste opklaringen. Donderdag begint juist het zuiden met die storing met wat regen. Elders klaart het op bij 19 graden en ook dan niet veel wind. Nou, vrijdag en in het weekend een zuidwestenwind, matig van kracht, opklaringen, regelmatig de zon. En vrijdag wordt het een graad of 18, maar in het weekend gaan de middagtemperaturen voorzichtig weer een paar graden omhoog.